Het is weer carnaval, ik sta in Boemeldonk en ze hebben hier de moeder van René nagemaakt. Mama, je weet het al. Heerlijk. In Brabant is carnaval toch? Dan moet ik verkleed gaan. Wacht even. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Ik sta hier met Bart en Bart, jij hebt dit ding gemaakt. Ja, klopt ja. Top. Top hè? Samen met mijn maten hebben wij dit olifantje gemaakt inderdaad. Tering groot. Ja, hij is wel een beetje groter geworden dan we dachten ja. Dat klopt ja. Bart, hoe lang heb je erover gedaan om dit te maken? In september zijn we echt begonnen met het lassen en de constructie ervan en vormen. Je bent er gewoon ongeveer een half jaar mee bezig bijna? Ja. Ja, ongeveer wel, ja. Met hoeveel man maak je dit ding? We hebben ongeveer een vaste groep van een 8 mannen die wekelijks hun hobby uitvoeren, zeg maar, om dit ding te maken. En daarnaast hebben we nog een hele groep van vrijwilligers en sponsoren en mensen die het leuk vinden om mee te helpen. En dan kom je denk ik tot een groep van 40 man. 40 man maak je dit ding? Ja. Hoe duur is dit ding? Ik denk deze, dat hij tegen de 18.000 euro aanloopt. 18.000 euro? En heb je natuurlijk allemaal geld bijgelegd om dit te maken? We hebben een lucratieve business, want we doen zelf kerstbomen kweken. Met die kerstbomen financier je die wagens? Ja, wel een heel groot deel, ja. Zelf met de club maandelijks wat geld inleggen. En daarnaast hebben we heel veel sponsoren. Je mag één sponsor mag je benoemen? Ja, dat ga ik niet doen, want er zijn er veel te veel. We hebben daar een mooi spandoek hangen, daar staan ze allemaal op. Dus maak daar maar een mooi shot van. Ja. Film dat als we weggaan. Ik vind het allemaal hartstikke leuk om te doen en het is hartstikke gezellig met een groep gasten bij elkaar. Het is bijna net een zolderkamer, zullen we zeggen. Ja. Allemaal dumpertregenhuurder zo? Ja, merendeel wel, ja. Nee. Zijn we allemaal teleurgesteld dat Sylvana er niet is? Ja, wel een beetje, ja. Ze hebben mij gestuurd, ook niet René, want ik heb ook tieten. Dus. Ja, dat vind ik ook fijn. Nou, gaan we straks doen, ja? Kom. Kunnen we ook in dat gigantische ding? Als je wilt kun je helemaal naar boven zelfs. Ja? Boven jou een trapje. We hebben geen lift. Nee, die wilden we nog wel inmaken, maar dat is niet meer gelukt. Gaan we niet aan de achterkant van... Je gaat ze hol in. What the fuck? Bart, dit is teringhoog. Ja, je staat nu ongeveer op 11 meter hoogte. En hoe hoog mag zo'n wagen zijn? 11 meter. Was je goed in de hand aan Bart vroeger? Nee. Nee? En nu? Nu wel. Je werkt godverdomme half jaar aan een prachtig, prachtig ding en dan mag hij gewoon niet meedoen. Emma is het toch? Emma of nee. Wat, Emma met die grote kut of zo stond in de reaguursels in ieder geval. Waar wij nu staan, ja? Je voelt het al wel, het gaat flink tekeer. En als je hier met 20 mensen op zo'n wagen staat en er gaat iets mis, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Wat ga je hiermee doen? Gaat de fik erin? Wat ga je hiermee doen? Nou, waarschijnlijk gaan we al het papier eraf halen en het gaas. En dan gaan we volgend jaar proberen weer netjes opnieuw in elkaar te zetten. Maar volgend jaar gewoon in de rebound en dan gaan we gewoon, ga je er weer voor? Ja, dan kom jij ook gewoon. Mag jij hier staan? Godverdomme. Zullen we naar beneden gaan in dit hele veilige Arbo-verantwoord apparaat? Goed idee. Nou Wilco, als ik je niet meer zie, jij mag mijn edit-apparatuur hebben. Ja.